dit wordt eindelijk een vlog waar ik echt mijn best in ga doen. Heel erg leuk ga editen en alles. Oké, over 5 minuten ongeveer is mijn klant er en ik moet nog mijn ontbijt eten. Ze wil iets met paars, maar ze weet nog niet precies wat. Het is nu nog heel koud, ik moet even opwarmen hier. Maar ja, ik heb ook gisteren een drinkyoghurt gepakt. Omdat ik wist dat ik echt honger ga hebben en alles. En dit is lekker, gewoon vullend en te drinken. Dus dat is helemaal goed. Ik heb zin in vandaag. Dus dan ben ik echt blij dat je het gewoon op tijd een nieuwe afspraak ingepland hebt. Wat jij doorstuurde vond ik wel heel leuk, met die vlinder. Ja, die is schattig, hè? Die is zomer en dan dat in het paars of zo. Ja. Ja, die is echt leuk. Of je voelt hem één hand in blauw, voelt hem ander paars. Oh my god, ja. Echt zo mooi is dit. Zijn ze zo schattig? Ja. Deze nagels, ze waren zo mooi. Oh my god, dat is niet normaal. En ze heeft me ook een fooi gegeven. Ja, ze heeft me ook getipt. Dus dat is echt, ik hou van klanten die fooi geven. Stel je voor, het is 1 euro fooi. I don't care. Het feit dat je überhaupt fooi geeft, is super lief. Maar een tweede klant komt over echt 5 minuutjes. Dus die nagels gaan we ook even sleeën natuurlijk. Oké, dit is Biab, dit is een maandje uitgroeien. En wat wilde je ook alweer nu? Voor design? Gewoon een kleurtje toch? Met een lakje zei je? Ja, en een letter. Ja, oh en een letter, leuk. Oké, dan ga ik dit even eerst afhalen. Dus al je nagels zijn zo lang. Niet normaal, echt nice, echt mooi. Dank je. Want wil je ze ook een beetje deze lengte houden of wil je ze wel weer kort maken? Nee, wel deze lengte. Ja, nice. Ik heb 20 minuten tot mijn derde klant en laatste klant. Oké, we gaan eerst even weer een tosti maken. De klant voor de rek wilde wel iets heel simpels. Eigenlijk wilde ze gewoon alleen maar één kleurtje. Dus het gaat ook niet super lang duren gelukkig. Maar ik moet wel even wat middag eten. Want het is nu dus 30:30. Ik wilde gaan leren, maar ik denk niet dat ik tijd heb om te leren. Maar ik denk dat ik ongeveer zo direct dus nagels doe van 2, 3, 4:30 tot en met 4:30. En dan wil ik, ik wil gaan sporten vandaag, sowieso. Oh, we hebben geen brood. Wacht. Oh, ik kan niet eens eten. Oh, ik heb noedels. Oké, dus we gaan even noedels maken. Wat ik zeggen is, ik ga dus sporten vandaag. Ik ga armen en rug trainen. Maar ik weet niet of ik dat gelijk ga doen. Of dat ik eerst ga leren en dan pas ga sporten. Dat ik pas om 6 uur ga sporten of zo. Het is vrijdag. Ik hoop dat het niet heel druk is in de sportschool. Ik vind mijn outfit trouwens echt heel leuk. Ik heb deze broek zo lang niet meer aangehad. Maar ik zag mijn YouTube video waar ik deze in aan had. En toen dacht ik echt van... Oké. We gaan op dit moment even huisvrouwtje spelen en de vaatjes erin inruimen en alles netjes maken. Want dit hele weekend is dit gewoon mijn huis. Voor mij alleen. Dus ik moet even weten hoe het is om alleen naar huis te hebben. De tijd gaat zo snel dat ik nu gewoon al 2 mijlen nagels heb gedaan. Gaat zo snel. Nou, mijn laatste klant is er. We gaan lekker haar nagels doen. Ik neem jullie natuurlijk mee.
and it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin. Stuck in my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you, and I can't eat enough without you. If you don't speak, does that mean we're through? Don't like sneaky shit that you do. Zit er alweer op. En ik ben eerder klaar dan ik verwacht had. Want het is kort over 3. Dus ik ga even alles klaarmaken. Schoonmaken, opruimen. En dan ga ik kijken of ik om 4 uur al gelijk naar de sportschool ga. Of eerst nog ga leren. Het geluid dat jullie horen is mijn verwarming. Het is nu 4:30. Morgen heb ik ook allemaal klantjes. Volgens mij heb ik er morgen 4. Dus ik ga hun even een herinnering sturen. Ik stuur altijd al mijn klanten een herinnering een dag van tevoren met al mijn regels. Dus ze moeten cash meenemen en zorg ervoor dat je geen nagelak op hebt en dit en dat. Dus de regels. En ik stuur hoe laat ze een afspraak hebben. Want ik hoor ook van klanten dat het echt super handig is. Want kijk, niet iedereen heeft alles netjes op een rijtje staan. Dus dan krijgen ze een herinnering van, oh ja, morgen heb ik die afspraak en zo, weet je. Dus dat stuur ik altijd naar mijn klanten. Dus die ga ik nu even sturen voor mijn klanten voor morgen. Deze legging is van Fitwear. Dit topje is van de Hema en ik heb hem zelf geknipt om het korter te maken. Ja, laten we naar de sportschool gaan. Dus vandaag ga ik een rug en armen trainen. Het is 4:45. Ik ben in de sportschool. We gaan nu sporten. Daarna moet ik boodschappen doen. Ik wil een broccoli schotel maken. Ik weet niet of ik het vegetarisch wil maken of niet. Maar ja, let's go to the gym. Ik was zo bezig en opeens kwam een vriendin naar mij. Want opeens zijn zij dus ook in de sportschool. Tja, dat wil ik even melden. Dat is nuts, Millie. 21, can you do something for me? 21. Can you hit a little rich flex for me? 21. Then 21. Can you do something for me? Just some bars to my... Het is 6:05 en ik ben klaar met sporten. En ik moet zelf mijn avondeten natuurlijk maken en ik ga broccoli schotel maken. Ik weet niet of ik het vegetarisch of niet ga maken, maar ik moet sowieso broccoli, crème fraîche kopen. Het is heel makkelijk. En dan gehakt. We gaan nu naar de Jumbo. 21. Can you do something for me? Can you talk to the ops next for me? Okay. 21. Do your thing. 21. Do your thing. 20. Do your thing. 21. Yellow diamonds in the watch. This shit costs a lot. Never send a dot. That's how you get shot. IDM in vanish mode. I do that shit a lot. Took her panties off and this thicker than a plot. All my S's ain't nothing. Them hoes busted. My ops ain't rapping, they ass ducking. You ain't ready to pull a trigger, don't clutch it. I know you on your fear, baby. Can you suck it? I'm a savage. Tijdens het eten ga ik een lekker kaarsje aanzetten. Deze heb ik van mijn vriendinnen gekregen. En ze zeiden nog eens van, ja, ik wil het wel in je vlog zien, hè. Dus bij deze gaan we deze lekker aanzetten. Deze ruikt naar lavendel, heel lekker. Oh, een beetje warm voor mijn hoofd, zeg. Oh, er zit daar een haar. Van wie is die? Grappig. Ja, lekker aan. En dan ga ik mijn serie kijken. En ik heb echt 2 aanraders. Eerste aanrader, The Night Agent. Die heb ik, toen hij net uit was, heb ik hem echt gelijk gekeken. Gebingewatched. Die serie is echt super leuk. Dus die moet je echt kijken. En
Die is actie en liefde. En ik kijk nu ook een andere serie met actie. En die heet Travelers. Het gaat over mensen uit de toekomst die terugkomen naar de 21ste eeuw. Om zeg maar allemaal dingen goed te maken zodat de mensheid niet uitsterft. Leuke serie. En nu ga ik lekker eten. En die serie kijken. Smack a booty and magic. I slap a nigga with the ratchets. I might slap a track on. Het is kort voor 10. Misschien is het tijd om een was op te hangen. Het is misschien ook wel tijd om te douchen. Nou, ik ga dus nu douchen, maar ik ga niet mijn haar wassen, want het plan was... Want zondag, dat is over 2 dagen, ga ik met mijn vriend uit eten. En dan wil ik mijn haar mooi hebben, dus dan moet ik eigenlijk zondag mijn haar wassen. Dus dat gaan we gewoon doen. Dit licht maakt me echt heel wit, terwijl in de weerspiegeling ben ik echt mooi. Mooi kleurtje. Maar oké, ik zie jullie dan na het douchen. Het is nu 11:30 en... Ik ben van plan om 12:00 te slapen. Ik moet morgen weer om 9:00 op, want ik moet om 10:00 weer werken. Ik heb echt in zo'n lange tijd geen boeken meer gelezen. Omdat gewoon... Ik moest 4 boeken voor Nederlands, 3 voor Engels en 1 volgens mij voor Frans lezen. Dus ik had echt geen tijd of energie meer om een boek voor mezelf te lezen. Maar dus afgelopen zomer was ik begonnen met echt boeken lezen. Of tenminste niet echt. Ik heb 2,5 boek uitgekregen. Ik had toen It Ends With Us gelezen en Ugly Love van Colleen Hoover. En toen was ik echt helemaal in, oh, Colleen Hoover. Dus nu heb ik ook Hopeless. Of nee, ik heb nu ook Hopeless en Losing Hope. En in Hopeless ben ik nu dus bezig. Maar ik denk dat ik dat boek nu eventjes ga lezen, een half uurtje. Want ik vind lezen oprecht wel echt leuk. En ook mijn Nederlands boek heb ik ook gelezen. Dat was leuk. Ik had ook een Engels boek gelezen. Dat was ook leuk en interessant. Dus ik ben van plan dat weer een beetje nu te gaan oppakken. Ik denk niet dat ik dat ga filmen. Dus ik ga hierbij mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik hoop dat jullie ook al mijn andere video's bekijken. Of course. Zoals jullie aan mij merken ben ik moe. Want ik praat langzaam. Oké, maar ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Laat me weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. En als jullie deze vlog leuk vonden, laat dan alsjeblieft een like achter. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!